hele goede morgen. Nieuwe week, dus begin van een nieuwe video. Het is druk op de weg. Er is nog niks gebeurd ofzo, maar het is wel druk op de weg. Dus we gaan eens even kijken wat deze week ons gaat brengen. Blijf kijken. Nou, het is rustig qua ongeval of pech of iets. Sowieso met snelwegmeldingen. Er is volgens mij nog niks gebeurd vanmorgen. We hebben nu een wegsleper voor de gemeente. Die staat fout geparkeerd. Dus die gaan we oppakken en wegbrengen. Dat gaan jullie zo zien. Nou, die auto staat dus helemaal in het parkeervak. Dus dan gaan we hem eerst schuin het vak uittrekken. En daarna gaan we hem de auto optrekken. Dus het is belangrijk dat hij eerst uit het vak komt. Dus daarom gaan we onder een hoekje proberen zo het vakje uit te trekken. Kietjes eronder zodat hij glijdt. Wegsleper of vouwparkeren weggezet. Nu naar een lekke band van een Duitse auto. Nou spreek ik geen woord Duits, dus ik ben heel benieuwd hoe we dit gaan doen. Maar met handen en voeten kom je vaak wel een heel eind. Dus we gaan even kijken of we die mensen kunnen helpen. Ja. Oh. Stop. We are coming on the Friday. Yeah, this is it. This is it. Yeah, so I cannot repair it. Do you have a spare tire? Yeah. Another one? No. Under the car? No? Okay. Then I have to bring it to a garage. Yes. And there they can put a new tire on. Okay. They have to order the tire, but they have it like in 2 or 3 hours. Okay. No, then they will change it and then you can pick the car up again. It's in Vlaardingen. I will give you the address. Okay. Nou, we hebben de Duitse auto opgeladen, want ze hadden een scheur in de wang van de band. Dat is gewoon niet te repareren. Nou ken ik een bedrijf in Vlaardingen waar ik die mensen met een gerust hart heen durf te sturen. Eén, omdat het gewoon een heel eerlijk bedrijf is en twee, omdat ze gewoon die mensen echt willen helpen. Dus daar gaan we hem nu afzetten en dan kijken wat de rest van de dag gaat brengen. Waarom dit nou een van mijn favoriete bedrijven is, kijk. We hebben een wc voor heren. We hebben een wc voor dames. Maar er is er dus ook iets speciaal voor ons. Voor de berging. We gaan naar een IM-schademelding, dus dat houdt in een ongeval. Op de A20, net voor Schiedam, is een EDO-melding. Dat is elektronische detectie ongevallen. Dus als je je nou afvraagt wat er gebeurt, als je op die SOS-knop drukt, dan worden wij opgeroepen en komen we eraan. Dus we gaan even kijken. Dus, het ging dus niet om een ongeval, maar om iemand met een klapband. En die stond op de uitvoegstrook zonder vluchtstrook. Dus de Rijkswaterstaat is naar diegene toegelopen en gezegd van heel
heel snel rijden naar de afrit. Of tenminste de afrit af, want daar sta je veilig. Dus die zijn we nu daar naartoe aan het begeleiden. Ik weet niet of het kan zien, maar voor die Rijkswaterstaat auto rijdt dus een klein autootje. Die had dus een klapband. Zo, we zijn onderweg naar een ongeval op de A20 in de Utrechtbocht. Dat is de verbindingsbocht tussen de A20 en de A4 richting de Benelux. Net buiten op het trein bij ons hoorde ik de sirenes al voorbij komen van de naastgelegen snelweg. Dus ik ben benieuwd wat we aan gaan treffen. Dat gaan jullie zo weer zien. Nou, de file begint hier al. Dus er zal echt wel iets aan de hand zijn. Politie gaan de mensen toch vaak sneller aan de kant. Dus in dit geval hebben wij geluk en krijgen we even een kleine escorte van de agent voor ons. Goedendag. Goedendag. Alleen je motor moet mee. Die motor moet mee. Ja, die is nieuw. Dit is alleen voorkantje zo. Ja, die kan zelf wel verder. Ja. Ja. Die motor, ja, de hele zijkant. Ik had het zo gezegd, het is natuurlijk wel scherp onderdelen. Ja, we moeten gewoon direct naar een garage. Ja. En voor mij de sleutel. Zeker. Hij staat nog eens op versnelling. Oké, okay. Geen probleem. Wat zei je? Koppeling is een beetje kut. Over iets schakelen. Goedemorgen. Het is onderhand donderdag. En ik probeer zoveel mogelijk te filmen, alleen gebeurt er niet zo heel veel spannends deze week. Dat is enerzijds natuurlijk goed, want dat betekent dat er geen mensen crashen. Maar dat betekent wel dat ik een beetje weinig beeldmateriaal voor jullie heb. We gaan nu naar een IM Pech. Die staat net uit de Benelux tunnel. Dus gaan we even kijken wat daar aan de hand is. En dan gaan jullie dat zo zien. De rechte tunnelbuis is helemaal dicht en de linker tunnelbuis dan een kruis. Dus wat er in die rechte tunnelbuis gebeurt, ik heb echt geen idee. Wij komen in ieder geval voor deze tunnelbuis, de linker. We gaan hem zo snel mogelijk erop trekken, zodat de tunnel weer open kan. Dat scheelt weer een hoop file voor al die mensen. Omdat die tunnel dicht is? Ja. Maar er staat daar een vrachtwagen in de parkeerhaven. Ja. Misschien daarvoor. Maar is niet nodig verder. Tenminste, of er moet wat in de tunnel zijn, maar dat kan ik natuurlijk niet zien. Wat is er aan de hand met deze? Hij reed niet meer. Al onder de tunnel, hij ging echt te laat. Ik geef gas, maar hij maakt ook een rare geluid. Ik kwam tot hier misschien met 10 kilometer, 15. Ziek. Ja. Ernstig ziek. Ja. Ik ruik af en toe koppelingbloed. Ja, ja, hij maakt ook echt zo... Stinken. Ja. Ja, koppeling. Nou, hij rijdt inderdaad goed naar koppeling.
zit geen koppeling meer in. Pech ingelost. We gaan nu gelijk door naar de volgende pech. Die staat in de bocht vanaf Vlaardingen richting de Benelux tunnel. A2023.3R. Die R staat dan voor de verbindingsweg. Net als dat je de U hebt van Schiedam naar de Benelux, heb je van Vlaardingen naar Benelux de R. Dus daar gaan we nu heen. Gaan we die auto oppakken en wegzetten. Kijk, zoals je ziet, waar diegene nu staat, is echt een rotplek. Want door deze geluidswal zien de mensen hier dus niet. Hij staat net voorbij die geluidswal. Ja, dat is gewoon geen handige plek. Dus we gaan ook sowieso wachten op een wis. Kijk, nu is het file, hij rijdt rustig. Maar komen ze hier met 100 doorheen en jij staat hier? Nee, je staat daar gewoon niet lekker. Dus we gaan even kijken wat er aan de hand is. Wat is er aan de hand? Ja. Ben je bij de oh jee. Oké. Gaan we even wachten op Rijkswaterstaat. Die komt achter ons staan om ons even veilig te houden. En dan ga ik je bij de afrit eraf zetten. Oké. Je ziet nu dus hoe hard al die mensen voorbij komen. Het zonnetje staat ook nog in hun gezicht. Dus je staat hier gewoon echt niet lekker. We hebben Rijkswaterstaat gebeld voor een bus. Die komt ons beveiligen. En dan gaan we het pechgeval weghalen. Het is vrijdag, het is deze week weinig gebeurd. We hebben nu een ongeval in de stad. Daar gaan we even kijken. Dan gaan jullie zo zien wat er aan de hand is. Ik verwacht niet dat iets heel groots of bijzonders is, maar je weet het nooit. Dus we gaan even kijken. Dan zien jullie dat zo. U heeft last gehad van aanrijding. Ja. Wat is er gebeurd? Hij kwam daaruit. Ja. En dat is een karretje van de gemeente. Ja. Een auto van de gemeente. En die. Die had iets met lossen. Ik weet niet precies wat er gebeurde allemaal. In ieder geval, hij kon niet op tijd remmen en ik reed gewoon voorbij. Oké, en waar zit de schade? Hier. Oh ja. Nee, de zijkant zit in elkaar. Chassis nog ijs. Lekker bad. En een lekker bad. Oké. We hebben vandaag een stagiair bij ons, die helpt even. Weinig uitleg nodig, want het gaat allemaal hartstikke goed. Iets terug, ja. Het is vrijdagmiddag. De oranje broek is uit. Dat betekent weekend en dus het einde van de werkweek. Henk wil nog wat zeggen. Leuk dat jullie gekeken hebben naar mijn vriendje Tow Truck Tim. Ik ben erg trots op hem. En ik moet eerlijk zeggen dat hij het ook wel heel erg goed doet. Ik vind het leuk. Oh, je bent nooit zo lief voor mij. Bedankt, vriend. Kusje erop. Box is ook goed. Beter. Verder komen we ook nog bij Dumpit. Er is een video van mij van TikTok naar Dumpit toegestuurd door iemand. Ik heb oprecht geen idee wie.
Dat is heel hard gegaan op site van Dumpit. Dumpit zelf komt maandag hier naartoe voor een Dumpit nazorg. Een soort interviewtje. Dus daar gaan jullie mij ook zien. Wij hopen natuurlijk op Sylvana. Dat hopen we wel, maar die rode is alweer komen. Die mazzel hebben wij, hè? Hebben wij weer. Maar goed, hè, je kan niet alles hebben. Sorry. Dus nou, het zit erop. Volgende week een nieuwe video. En dan zien we jullie dan weer. Doei!